Vandaag laat ik jullie zien hoe jullie thuis de klassieker van de klassiekers kunt maken onder de patisserie. De macaron. We hebben hier al beslag gemaakt en de vulling van de macaron. De receptjes vindt u terug op de website van AIG. Voilà, dit is hoe je een macaron op tafel zet. Tip van mij, als een macaron uit de oven komt, vries ze in, kun je ze alle minuut gaan afwerken naar smaak en kleur.